Is een kernwaarde ook een competentie? Het antwoord is nee, maar ik kan me de vraag en de verwarring die ik daarover ook vaak tegenkom wel heel goed voorstellen. Want kernwaarden hebben soms, vaak zelfs, titels en definities die even zo goed gebruikt zouden kunnen worden om een competentie te beschrijven. Maar het antwoord is dus nee, althans wat mij betreft. Het cruciale verschil zit hem in status en invloed. Dus kernwaarden zijn leidende principes voor de organisatie als geheel. Ze zijn gekoppeld aan de missie en ze geven dus antwoord op de vraag waar staan wij voor. Alles wat we doen is in lijn met onze kernwaarden. En hier kun je de klant, hier kan de klant van op aan. En als we iets doen of zeggen dat daar niet mee klopt, dan hebben we echt een serieus probleem. Een competentie is een vermogen, een stuk persoonlijk gereedschap zou je kunnen zeggen. Iets dat je nodig hebt of wat op zijn minst handig is om een taak uit te voeren. En competenties bevinden zich qua status en qua niveau, dus op het niveau van uitvoering, het hoe. Aan competenties kan je concessies doen. Als je een stuk gereedschap mist, kan je iemand anders zoeken die het gereedschap wel heeft en die jou dan even kan helpen. Aan een kernwaarde kan en mag je nooit concessies doen, omdat het onmiddellijk je bestaansrecht ter discussie zou stellen. Dan heb ik nog een vraag terug. Kan jij nu onmiddellijk de kernwaarde van jouw organisatie benoemen? Dus zonder even een boekje te kijken, zonder iets op te zoeken, kun je nu standpeden de kernwaarde van je organisatie benoemen? En als het antwoord is nou nee, dan zijn de kernwaarden helaas waardeloos. Zonde, want de invloed van kernwaarden op de organisatie en op het collectieve resultaat, die kan enorm zijn. Daar wil ik je graag meer over vertellen, dus bel me gerust.